Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vrijdag en ik sta even spullen te pakken. Hier. Ik ben namelijk even bij de Big Bazaar geweest, want zeg maar, ik ben aan het opruimen deze vakantie. Ik heb 2 weken kerstvakantie en dat is heerlijk. En heel veel van die dagen ben ik natuurlijk gewoon met Niels, maar een aantal dagen niet. En zoals bijvoorbeeld vandaag is naar de opvang. Omdat we een dag geruild hebben. En ik had een soort to-do-lijstje gemaakt met dingen die ik wilde doen. En een daarvan was zeg maar de kamer achter Niels' kamer opruimen. Ja, weet je, normaal kom ik daar gewoon echt niet aan toe. En nu maak ik daar tijd voor. Ik heb even bij de Action van deze vacuumzakken gekocht. En dan kan ik daar zeg maar de kleertjes die hem nu niet meer passen instoppen. Want ik heb het nu zeg maar, ik heb een deel al in zakken zitten van toen hij echt nog heel klein was. Maar dit is zeg maar, ik weet niet of het overkomt hoeveel het is, maar dit is zeg maar van nou, het afgelopen jaar of zo. En dat valt ook de hele tijd om. Ik ben er helemaal klaar mee, ik ga het in van die zakken doen. En ja, dan is dat gewoon lekker opgeruimd. We moeten natuurlijk ook ruimte maken voor de kleine spruit. Die moet natuurlijk ook een slaapkamertje hebben en ik denk dat de baby Niels zijn kamer krijgt, Niels een nieuwe kamer krijgt, want we hebben ook gewoon een ander bedje en zo. Voorlopig hoeft hij daar nog niet in, maar dat gaan we zo langzamerhand moeten we dat wel gaan bedenken. Dat betekent ook dat we een beetje moeten gaan verbouwen hier. Maar goed, daarom dacht ik, het is gewoon lekker om zo'n dingen nu op te ruimen, maar ik heb ook mijn hele kledingkast, 4 zakken kleding weggedaan naar het goede doel en dat soort dingen. Weet je. Dus ja, dat ben ik nu aan het doen. En vanavond komen vrienden gezellig eten met hun kindje. En verder hebben we geloof ik niet echt plannen. Oh ja, ik moest even iets reserveren, wilde even ergens gaan eten. Nee, en dan is daarna gewoon, begint gewoon de werkweek weer. Daar wordt even inkomen. En dan ga ik ook mijn werk vertellen dat ik zwanger ben. Niet dat dat nog te ontkennen valt, maar dan ga ik het doen. Dus dat is ook wel spannend. Nou, ik heb een beetje rode konen. Ik voel me niet helemaal fris en fruitig. Ik ben net even gaan liggen. Maar ik kan eigenlijk heel slecht tegen slapen overdag. Ik dacht, ik ga gewoon even rustig liggen. Ik zet de wekker na een half uur, dan ga ik er ook gewoon uit, punt. Dus ik heb niet geslapen, maar wel gewoon even lekker gelegen. Ook even gewoon... Ik heb zo'n ding op mijn ogen gedaan, gewoon even rust. Vandaar een beetje de rode konen. En nu ga ik lekker in bad. Het is echt een heel raar tijdje om in bad te gaan. Het is namelijk 1:30. Daarna moet ik nog een telefoontje doen. Maar ik dacht, ik ga even lekker in bad met een tijdschriftje. En een bruisbal. En dan ga ik daarna lunchen. Want ik heb vanmorgen nog wat crackertjes gegeten. Dus ik dacht, dat komt van zo wel. Ik eet nu zeg maar, nu ik zwanger ben, eet ik meer een beetje in etappes, in kleinere hoeveelheden zeg maar. Goed, anyhow. Ik neem een tijdschriftje mee, ouders van nu, vandaag. En dan een bruisbal en ik ga even wat eucalyptus doen. Ik ga hem vrij. Nou, er zit niet veel meer in, maar die gooi ik ook bij. Ik heb een bruisbal en dat is Thundersnow van Lush. Dus ga ik lekker in bad. Zo, ik heb heerlijk gedoucht, in bad gezeten zo vanmorgen. En een maskertje opgedaan. En ja. Het is inmiddels alweer wat later. Ik moet zo ook gaan aankleden, want de boodschappen komen zo. Omdat we morgen uit eten willen. De klerenstapel, dat begint ook wat te worden. Ik ben het nu allemaal in van die zakken aan het doen. Ik moest het ook allemaal, ik dacht ik ga het wel even netjes opvouwen en zo. Wat een hoop kleertjes heeft zo'n kind in de eerste 2 jaar. Ja, die heeft natuurlijk, dat wisselt die maten gaan natuurlijk van, nou ja, van maat 50 in Niels' geval tot... inmiddels maat 92, dus dat gaat lekker rap. En de ene maat zit hij wat langer in dan de ander. Beter laat dan nooit heb ik nog even lunch gemaakt. En die ga ik nu opeten onder het genot van Riverdale.
Nou, het is inmiddels alweer even later. Ik heb de boodschappen uitgepakt. Alleen ligt nog een deel wat Sven moet opruimen. Want het is een hoger kastje, daar kan ik niet bij. Tenminste, niet zonder dat er van alles uitvalt of ik op een stoel moet gaan staan. Dit is wat ik aan heb. Shirtje van de Hennes. En de buik. En een broek van ASOS. Onze vrienden komen zo. Sven is er nog niet. Niels is er nog niet. Maar maakt niet uit. Gaat vast goed komen. En dan moeten we maar gewoon koken als ze er zijn, want Sven doet het koken. En tot die tijd ga ik nog even wat doen voor de site. Dus ja, ik heb er zin in. Daarom is het prachtige hoofdgerecht van Sven niet gefilmd en deze prutsen wel. Eetsmakelijk. Alles in de kast. We gaan ze. Ik ga ook eten. Die. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben nog steeds heel erg verkouden. Ik heb tranenogen. Ik heb nog mascara boven mijn hoofd, boven mijn ogen, maar maakt niet uit. Deze zoeken! Deze! Ja, even zoeken. Zo, en nu kan je het kaarsje gaan. Oh, eerst nog de slagroom. Waar is de slagroom? Daar is het kaarsje. Eerst moet je nog deze zoeken. Die roze slagroom. Oh, hier. Ja. Niels even een spelletje aan het spelen. Hij snapt het verbazingwekkend goed. We hebben gisteren lekker met vrienden gegeten en gespeeld, zoals je hebt gezien. En vanmiddag willen we naar de, hoe heet het, gaan. Ja, hij is bijna op, Niels. Mag ik? Ja, hij is op. Gaan we nog, je mag deze afmaken. Vanmiddag gaan we naar de dierentuin. Ik wil twee. Ja, je moet hem eerst afmaken, lieverd. Ik wil met de trein. Wil je ook nog met de trein? Ja, dat kan nu niet, want hij is op. Goed, waar was ik gebleven? Gisteren met vrienden heel gezellig Ticket to Ride gespeeld. Ik was niet op mijn scherpst, het was ook al laat. Ik was echt gruwelijk verkouden vannacht. Dus Sven die heeft me heel lief laten liggen vanmorgen, dus dat was heel fijn. Dus ik heb een uurtje langer geslapen. En het is wat het is. En straks gaan wij lekker, eerst even boodschappen zo doen. En dan gaan wij naar de dierentuin. Ja! Ja! Dit wordt voor zo in mijn vlogs. Volgens hem wilde Niels dit masker per se hebben. Ik denk dat Sven het vooral per se wilde hebben, maar Niels vindt het fantastisch. Hij gaat nu opa en oma bellen. Nou, daar ben ik weer stotteriger dan ooit. We gaan toch niet naar de dierentuin, want Niels ligt nog steeds slapen. Het is inmiddels 3:15. Blijkbaar heeft hij dat even nodig. En dat betekent dat we dan zo meteen naar een kinderboerderij zou gaan. En dan gaan we morgen naar de dierentuin. Dan gaan we gewoon 's ochtends. Want anders hebben we er niet meer zoveel aan. En goed, ik voel me toch niet echt peachy. Ik wil graag een video opnemen. Maar ik hoop gewoon dat ik me morgen wat beter voel. En dat doe ik het dan. Oh, ik krijg gewoon berichtjes. We gaan dus verder niet zoveel doen. We zitten hier gewoon een beetje, we zitten even te relaxen. Het was heel spijtig. Ja, het is een spectaculaire vlog, maar ik voel me echt, nou ja, je hoort het. Het is dat ik make-up op heb, maar ik voel me echt verschrikkelijk. We hebben lekker warme chocomel, die was het de kids chocomel. Dat is wel een cappuccino. Wij zijn weer thuis. En we hebben net een heel leuk pakketje binnengekregen van Ja, ik ga spelen met jou. Van overhemden.com. En voor Sven hebben ze een overhemd gegeven. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit ziet en hoe die hem staat.
Dus dat gaat hij zo even laten zien. En ik heb er een lekkere Tony Chocolonely bij gekregen. Dit is het overhemd geworden. En het pakje ziet er heel mooi uit. Het is een John Miller Tailored Fit. En je kan gewoon alle maten doorgeven en dan easy iron. Dat is voor iedereen leuk. Je kan gewoon je maten doorgeven en dan weet je meteen welk overhemd je nodig hebt. Ik ga hem even aan mijn waardige model geven. Dan kan hij hem even aantrekken. Sven is even een wit shirt aan het aantrekken. Maar ik voel in ieder geval dat het echt super mooie kwaliteit is. En ik hou er altijd wel van als het dus niet zo plain katoen is. Maar dat er zo'n beetje een werkje of zo in de stof zit. Dat vind ik altijd wel heel mooi. Er zit een mooi randje op. Dus hier, daar komt hij hoor. Gaan we hem even aantrekken. Nou, dit is hem. Hij zit echt super mooi. Ik heb zeg maar gewoon zijn... Ik moest zijn nek meten, zijn borst, zijn buik. En zijn lengte doorgeven volgens mij en zijn gewicht. En nou ja, dit is echt, past echt perfect. Echt super mooi overhemd. Echt. Ja, hij zit echt heel mooi, lief. Ja, voelt hij goed? Ja, hij is echt heel mooi. Dit is dus van overhemden.com. En nou ja, ik wilde het eigenlijk nog voor de feestdagen laten zien. Maar het was super druk daar. En ik reageerde ook een beetje te laat. Dus daar ging het een beetje mis. Maar Mits zit ook helemaal. Mits zit even daar te kijken. Maar het is echt een heel leuk cadeau voor je man of je vader of je vriendje. Ja, ja, omdat je hebt een extra lange. Sven is namelijk 1 meter 93, 94. Dus die is vrij lang. Dus heel vaak zijn die dingen te kort of bij zijn mouwen te kort. Nee, hij zit echt perfect. Ga maar kijken in de spiegel, lief. En? Ja, mooi hè? Hij zit echt heel mooi. Hij zit hier ook echt helemaal goed. Ja, echt super. En die reep chocola, die is natuurlijk voor mij perfect. Oké. Nee, echt super mooi. Dus echt wel een goede tip als je voor je, je man, je vader, je vriendje, je broertje een overhemd wil. Een puntje van kritiek. Een puntje van kritiek? Oh, je krijgt de bovenste dingetje niet licht. Nee, ik weet niet of ik hem niet goed opgemeten. Dat weet ik ook niet. Misschien heb ik hem niet goed opgemeten. Oh, dat is het enige. Maar dan heb ik misschien niet goed opgemeten. Dat kan ook. Die kunnen we ook nog plaatsen. Ja, die kunnen we nog wel zetten. Maar ja, hoe vaak heb je een stropdas om? Ik moet gewoon een dikke nek van me even een beetje. Ja, gewoon trainen. Ga maar even een stukje hardlopen. Nou, dat is echt, daar zit echt super mooi. Goed, dus dat. Nu. Oh, Niels zit even op mijn laptop. Nu ga ik even relaxen. Ik voel me echt een dweil. Dus ik denk dat dit is voor vanavond. Nee, dat is niet waar trouwens. Want we gaan nog eten bestellen. Dat doen we echt nooit. Dus dat wordt een feest. Dit wordt de derde keer in... dankjewel. In 9 jaar tijd. Dus dat geeft iets aan. Ja, dankjewel. Niels gaat even een boekje lezen. Ik zal het trouwens even laten zien. Dit boekje is echt een hit. Laat het boekje zien, Niels. Ja. Het heet... Muisje wil dansen. Van de bibliotheek, hè? Die is leuk. Ik heb net een buurman en buurman laptop voor Niels gemaakt. Zo. Dit is nu hoe Niels door het huis gaat als Darth Vader op zijn fiets. En ons de hele tijd aan het laten schrikken. En we hebben het besteld. Nou, lieber scherp. Zo voel ik me ook. En we hebben dus het besteld bij de McDonald's. Want het kan tegenwoordig in Utrecht. Yes. Heel ongezond. Maar ik heb er zin in. En ik ga nu denk ik zwichten voor neuspray. Want ik ben echt helemaal klaar mee. Nou, Niels heeft een Happy Meal. Ik heb een Mac menu. En Sven heeft een Eggs Beef menu. Maar er zit alleen een McChicken. Jawel, zit er wel bij. Goedemorgen allemaal, het is zondag. Ik heb het gevoel dat ik me iets beter voel, maar ik durf het nog niet helemaal hardop te zeggen. Wij gaan zo naar de dierentuin, dat zouden we eigenlijk gisteren doen, maar nou, zoals je weet sliep Niels wat lang, dus we gaan het gewoon nu doen. Het is 9:15, het gaat om 10:00 open, dus we rijden gewoon rustig die kant op naar Amersfoort. En ach, ze is niet hagerig. Een verkoudheid helpt erin ook niet echt mee. Dus we gaan lekker naar de dierentuin. Ja, ik neem jullie mee. Oh, dit is trouwens wat ik aan heb. Een warme trui. En van Hennes. Geen zwangerschapstrui. En deze broek van ASOS. En ik doe zo meteen nog lekker boots aan. En ik hoop dat ik mijn warmste jas nog dicht krijg. Want dat is echt wel een beetje
tricky. We zitten bij de olifanten. Lekker. Ja, je ziet er nu net niet goed, maar het kleintje staat erachter. De planten. Kijk aan. Er staat een grote. Kom een kleintje aan. Ja. Nou, dan gaan we meteen even een banaantje eten. Ja. Dat is de papa. Dat is de mama. Dat is de mama. Hebben ze vriendjes? Kijk eens. Zo, de tijd is. Ja, dat is zo. Nu komt hij weer aan. Kijk, daar komen ze. Ja. Dat is zo. Dat is een vriendje erachteraan. Mijn nek kan aan. De brug. Dat is, Er zijn er maar twee, hè, papa? Kijk nou. Deze is een brug. Dit zit in een draaimolen op de kameel. Daar gaat hij. Wij zitten weer in de auto. En de verkoudheid is weer in alle hevigheid aanwezig. Dat is wel heel fijn. Ik zit even achterin rozijntjes te eten en buurman te kijken. Ik wil hem even wakker houden totdat we thuis zijn. Dan kan ik gewoon lekker in zijn eigen bedje gaan slapen. Het was heel leuk. Het was wel heel koud, maar het was wel heel leuk. Maar daardoor waren er niet heel veel dieren buiten. Maar we hebben toch heel veel gezien. En ook heel veel binnen. En dan gaan we lekker naar huis. Even relaxen. Het is een beetje donker, maar het is goed geweest. Ik voel me echt zo belabberd. Ik ga mijn make-up eraf halen en ik kruip onder een deken. En dan is het klaar voor vandaag. Het is nog vroeg, Niels is nog wakker. Maar ik ga de vlog gewoon afsluiten. Sorry voor deze weekendvlog. Ik voel me gewoon belabberd en het wordt hem niet meer. Ik hoop toch dat jullie het een soort van leuk vonden. En nou, ik beloof, volgende week is hij leuker. En ja, ik het kan even niet anders. Bedankt voor het kijken. Doeg!